Maandag hebben de leerlingen van NSG Groenewoud voor het eerst les gehad in het geheel vernieuwde gebouw van de school. De verbouwing duurde ruim 10 maanden. De meest opvallende veranderingen zijn de dakramen in de aula, de nieuwe theaterzaal, een spiksplinternieuw brugklasgebouw en een speciale kunstvleugel. NSG grijpt meteen de gelegenheid aan om een gezondere school te worden. Op het terrein van de school mag niet meer worden gerookt. Op diverse plaatsen in het gebouw zijn watertappunten geplaatst. En 60% van het assortiment van de kantine bestaat nu uit gezonde voeding. De school heeft ook meteen een nieuw eigentijdse logo gekregen. De officiële opening van het gebouw vindt plaats op 9 en 10 november tijdens de NSG Expo. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis is gedaald van de 37e naar de 50e plek in de AD ziekenhuis top 100. Dat heeft onder meer te danken aan de matige controle van medicijngebruik. Ook de voedingstoestand van de patiënt wordt niet goed genoeg bijgehouden. Hierover werd het ziekenhuis in 2014 al op de vingers getikt door de Inspectie voor Gezondheidszorg. Afgelopen juni moest CWZ nog schikken in een rechtszaak die was aangespannen na onjuiste toediening van medicijnen. Ook daarbij zou slechte administratie een rol hebben gespeeld. CWZ geeft aan de oorzaken van de problemen nader te gaan onderzoeken en zegt altijd te streven naar verbetering van de zorg. Andere Gelderse ziekenhuizen scoren dit jaar uitstekend.